Ik zal mezelf kort voorstellen. Ik ben Marco. Hallo, ik ben Nomi. Hoi, ik ben Marit. Marit, hoi. Amber. Dionne. Bianca. Bianca, oké. Okay. Goed. Wat vinden jullie ervan? En we starten, we gaan per persoon de vraag doen. En ik zal ook zo zeg maar een beetje zo staan. Ja. Okay. Kun je nog iets meer die kant op? Deze kant op? Ja, heel klein beetje. Ja. Oké, okay, perfect. Okay. Ja. Wat vind je ervan dat het sinds, volgens mij 2014, als ik het uit mijn hoofd heb, in ieder geval sinds korte tijd, Koningsdag is en niet Koninginnedag meer? Misschien boeit je niet, kan ook. Nee ja, ik heb er niet echt over nagedacht sowieso. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is eerlijk, ik heb er niet over nagedacht. Jij? Nou ja, ik heb er ook niet echt bij stilgestaan eigenlijk, ja. Misschien kan ik vragen, heb je liever een Koningsdag of een Koninginnedag? Het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Okay. Want je viert gewoon een feestje en of het nou voor de koning of een koningin is. Ja. Oké, okay, maar vier dan voor de koning of koningin of meer voor jezelf? Nou, allebei wel misschien een beetje. Ja. Nee, nog meer voor mezelf. Het is weer de Koningsdag. We weten dat hij jarig is, maar we vieren een feestje. En we zien de koning zien we natuurlijk helemaal niet. Oké, okay. Ja precies. Oké, okay. Wel op tv met zijn handje. Ja, op tv. Ja. En wat vind je ervan dat Nederland een koning heeft? Want niet veel landen hebben dat, zijn koninklijk. Vind je dat leuk? Of? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het ook wel wat hebben. Ja. Ja. Deze sfeertje. Ja, deze sfeertje. Oké, cool. Oké, ik zal nu een vraag stellen en die gaat over, stel jij zit in de rol van de koningin. Dus ik stel hem aan jou en dan kunnen jullie ook over nadenken. Dus stel jij hebt de rol van een koningin. Wat zou je aan Nederland helemaal positief willen veranderen? Nou, ik denk dat we misschien soms wat liever voor elkaar mogen zijn. En dat het, ja, toch wacht, ik moet even over nadenken. Nee, je begint heel mooi. Ja, dat we denk ik allemaal gewoon wat liever moeten zijn en dat het toch wel één volk is en dat is ook wel leuk als met z'n allen feest vieren, juist op Koningsdag zijn met z'n allen samen. Nou, dat is toch wel iets leuks. Ja, die samenhorigheid, oké, okay, en de liefde. En wat vind jij? Ja, toch wel meer, gewoon dat iedereen meer gelijkwaardig wordt gezien ook wel. Ja, minder verschil is, zeg maar, een afkomst en zo. Oké, okay, supermooi, dankjewel. Minder verschil. Ja, ik vind eigenlijk wel hetzelfde. Gewoon een beetje meer één zijn en gewoon met elkaar. Gewoon met elkaar leuk maken, zeg maar. Ja, oké. Okay. En heb je de vlag van Nederland of Luxemburg op je geverfd? Nederland. En hoe herken je dat? Omdat het iets donkerder blauw is, volgens mij, toch? Ja. Niet zoveel verschil. En wat zou jij doen als jij de koningin was? Wat zou je willen aanpassen? Ja, inderdaad ook wel die gelijkwaardigheid en zo, want je hebt ook veel discussies overal over dat een beetje over is of dat je iets daar kan doen en gewoon de zorg en zo. Ja. Dat is ook wel goed. Oké, okay, mooi. The best for the last. Je mag iets naar voren komen. Nou, wat zou jij? Ik ben het eigenlijk allemaal met hun eens, ja. Gewoon, ben je gewoon een eenheid. Ja. Dat is wel belangrijk, vind ik. Oké, okay, eenheid. Dat vind ik heel mooi en daar gaan we even op inzetten en dan gaan we nog een stukje naar voren. Even kijken hoe die uitziet. En dan laat ik jullie straks weer los. Jullie zijn sowieso wel los. Maar, dus dat is goed. Oké, okay, dus samenhorigheid vind ik heel mooi. Hoe kun je, zeg maar, samen komen, weet je wel, onder één gedachtegang van, hey, meer liefde voor elkaar, als mensen zo verschillend zijn? Wie wil dat beantwoorden? Is best wel een diepe vraag, denk ik. Ja, ik denk misschien ook gewoon mensen accepteren hoe ze zijn. Ja. En niet iedereen is hetzelfde. En dat ook gewoon in je hoofd altijd houden. Ja. En gewoon denken van die is zo en die is zo en mensen lekker laten gaan hoe ze zijn. Minder oordelen. Okay. Ja, dat. Oké, okay, dus omarmen de verschillen die er zijn. Ja, precies. Oké, okay, en wat als iemand graag andere mensen pijn doet? Zou je die dan ook accepteren omdat het zo is? Nee, eigenlijk moet je ze wel accepteren, maar het, moeilijk. Ja, ik moeilijk kan ze wel helpen. Okay. En ze erop wijzen dat het ook op een andere manier kan. Oké, okay, dus kan op een andere manier. Vind je dat oordelen of vind je dat meer adviseren dan? Adviseren. Meer adviseren. Ja. Maar het kan ook adviseren, als oordelen gezien worden. Ja. Ja. Dus hoe weet je of iemand dan het slecht bedoelt of te goed bedoelt? Want oordelen is een hele dunne lijn met iets zeggen wat je denkt wat beter is voor anderen. Je merkt wel of iemand het uit liefde doet of gewoon om vervelend te zijn. Ik denk dat je dat echt wel merkt. En als iemand het niet expres doet, dan kan je altijd even lief op wijzen dat het ook anders kan. Ja, oké. Okay. Heel goed. En dan als je zegt, er zijn twee dingen die ik echt merk bij personen als ze het niet goed bedoelen, waar merk je dat dan aan? Meestal als het echt heel erg is om die ander naar beneden te halen, dan merk je dat wel als iemand het gewoon advies probeert te geven, maar het er niet zo lekker uitkomt. Ja, okay. Ik denk dat je dat wel merkt. Oké, heel goed. Mooi. En wat als iemand heel zelfverzekerd zegt, dit is wat je moet doen, dat wordt veel beter en het blijkt achteraf toch niet goed te zijn. Ja, het ligt misschien wel een beetje aan zijn bedoeling. Als je merkt dat het wel echt een goede bedoeling is om jou te helpen, dan kan je het misschien ook niet echt kwalijk nemen dat diegene het op een verkeerde manier zegt. Mm-hmm. Maar ja,
Als, ja, misschien merk je het inderdaad ook wel als iemand op een verkeerde bedoeling iets zegt. Dat je denkt van ja, dit is niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Ja. Ja, heel mooi. Dus ik merk eigenlijk wat jullie zeggen is als je meer begrip krijgt voor de verschillen die er zijn. Mm-hmm. En ook zeker wel meeneemt van hey, het is Koningsdag. Laten we allemaal iedereen die in Nederland is het samen vieren. Dat dan die samenhorigheid weer komt. Ja, precies. Ja. Oké, heel mooi. Ik wil een tekst met jullie delen. Het gaat over Koninkrijk. Even kijken of ik het kan vinden. En dan mogen jullie er vandoor. Want wat zijn jullie plannen vandaag? Dan zoek ik ondertussen de tekst op. Ik denk lekker winkelen. Lekker lopen over de braderie. Ja. Een beetje feest vieren. Ja, ja, dat. Okay. Mooi. Cool. En wie heeft dan bij jullie de, zeg maar, de dingen geverfd? Of doet iedereen bij zichzelf? Ja. Ja. Ik vind het leuk. En ik wou niet in mijn eentje met die dingen lopen. Dan is meer iedereen eronder. Ja, oké. Okay. Misschien is het wel een keertje grappig om mensen op straat te zien. Ja. Even kijken hoor, ik zal een mooie tekst delen. Dit komt op Instagram en TikTok voornamelijk. Oh, ja. En misschien ook YouTube. Dus ik heet Ik ben Marco, maar dan Ik ben Marco met K. Met de letter K. Oh ja, niet van Prima Marco. Ja. Ja. Nee. Oh ja, die is er ook, hè? Ja. Oké. Okay. Heb je soms wel in je leven waarvan je denkt, hey, waarom heeft die meer? He, bijvoorbeeld mensen in het Koninklijk Huis, die hebben veel meer dan ik. En hoe ga je dan, je mag iets dichterbij nog, van die kant, ja heel goed. Hoe ga je dan om met dat er één meer heeft, zoals in het Koninklijk Huis, en jij minder? Geld en dat soort dingen. Ja, ze zeggen altijd, geld maakt niet gelukkig. Maar ik denk dat je als je veel geld hebt, wel meer dingen kan doen. En dat het wel een beetje gelukkig maakt. Ja. Maar aan de andere kant hebben wij het volgens mij allemaal best goed. Ja. En als je gewoon leuke vrienden hebt, dan maakt het eigenlijk ook allemaal niet meer zoveel uit. Mooi, waarom heb je het goed volgens jou? Nou, we kunnen gewoon eten en drinken kopen. Ik heb leuke vriendinnen, ik kan naar school. Nou, dat vind ik allemaal leuk. Ik heb een leuke opleiding. Ja, ja, dat maakt het leven wel leuk. Heel mooi. En is er iets waarvan je zegt, hey, nou ik ben heel tevreden, weet je, over het leven. Ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb. Maar is er iets waarvan je zegt, hey, dat zou ik nog wel willen, maar dat heb ik nog niet. Misschien wilt de dame het beantwoorden. Nou, eigenlijk niet per se. Ik denk dat je ook wel, als je op een gegeven moment ook echt wel dankbaar mag zijn voor wat je allemaal hebt. En als je het gewoon goed hebt, ook thuis en zo, ook en zo, en met je vrienden, dat het dan ook wel goed is ook wel. Dat je dan ook wel echt dankbaar mag zijn voor wat je hebt. Oké, mooi. Je bent 100% dankbaar voor wat je hebt en je zegt, nou, ik hoef helemaal niks extra eigenlijk. Nou, niet per se. Te groot. Okay. Nee. En heeft iemand van jullie een hele enge ambitie, een hele grote ambitie? Waarvan je zegt, zo is best wel onbeschoft zelfs om zo groot te dromen. Nee, maar we weten het allemaal nog niet. We zitten in ons eerste jaar van onze opleiding. Ja. Okay. Ik denk dat er nog wel heel veel dingen en banen gaan komen waarvan we denken, wow, dat zijn wel willen worden. Maar nu nog niet. Nee. Ja. Oké. Okay. Zijn jullie van het boeken lezen? Nou, ik niet echt. Ik was er ook niet echt van, maar jij misschien een beetje? Of? Beetje. Oké, okay, kijk, eentje beetje. In de kast. Ja, ik deed het alleen voor school omdat het moest. Ja. Op de basisschool, groep 7-8. Nou, dan middelbare school, dan HBO in Breda gedaan. Ja. En er is een boek die ik in het Engels ben tegengekomen, die heette The Magic of Thinking Big. Je magie van het grote denken. En dat is ook een heel interessant boek. En toen ik daarna ging luisteren, dacht ik zo. Het is best wel eng hoe sommige mensen hele gekke ambities hebben. Weet je wel, ze willen een eigen only starten of noem maar op. Ja, weet je. En dat deel ik puur, want misschien denk je, hey, oké, het is een vraag nu. Nu denk ik weet het niet. Maar elk jaar krijg je heel veel dingen aangeboden. Weet je. Jullie zien er slim uit. Jullie hebben allemaal leuke persoonlijkheid, vind ik, karakter. En jullie zijn samen één. Weet je, samen één. Daar sta ik ook heel erg voor. Ja. Oké, dus jullie hebben niks extra's waarvan je zegt, hey, dat zou ik willen. En als je stout zou denken, als je denkt van, ik zal wel interessant vinden om te ontdekken hoe het is om zo te leven, om zo te zijn, dit te hebben. Het lijkt me wel leuk om heel veel geld te hebben ergens. Ja. Maar het hoeft niet per se. Nee, okay. Maar gewoon het idee dat je alles kan kopen wat je wilt en ook gewoon die kleine dingen die je stiekem toch wel leuk vindt. Ja. Dat je dat gewoon kan hebben, dat is wel leuk. Okay. Maar ik denk wel dat iedereen misschien wel groter zou willen of meer zou willen. Of denk van, nou, ik zou liever een duurdere auto willen of een groter huis. Ja. Maar ik denk uiteindelijk maakt het ook niet heel veel uit. Nee. Zeg maar, als je gewoon blij bent met wat je hebt, dan is het ook wel goed. Ja, oké. Ik had ooit geluisterd naar een ondernemer genaamd Tyler. En die Tyler die ging naar Hawaii. En die was heel ontevreden, terwijl hij dacht, hey, Hawaii is superleuk om te zijn en hij had heel veel geld. Ja. En hij zei eigenlijk ook wat jij zegt, dat het is, als je niet nu tevreden bent, dan ook niet op Hawaii. Nee, ja. Dan wil je misschien ook weer een ander huis, wat je dan ook misschien wat groter is, of dan wil je ook weer meer. Want je kan altijd wel meer bedenken of leukere dingen bedenken. Ja, oké. Okay. Ja. En in Nederland wordt er denk ik ook wel een beetje geleerd om realistisch te denken. Mm. Gewoon,
weet je, je moet gewoon gaan werken op een gegeven moment. Je hoeft het niet leuk te vinden als je maar genoeg geld verdient. Het een beetje hogerop kan komen in je werk, ja, dan is het ook wel prima. Je hoeft niet altijd meer te hebben. Ja. Ik denk dat het toch wel Nederlands is. Mooi, ja. Lekker nuchter. Doe normaal, doe je al geen genoeg. Ja, precies. Ja. Oké, ja, goed. Okay. En ik ben zelf gelovig, helemaal christelijk, sinds 2019. En ik heb wel eens gebeden om dingen, maar zeg maar niet ontvangen. Weet je wel, is iemand van jullie gelovig? Of ja, allemaal. Deel, of? Oh, allemaal gelovig? Ja. Oké. Okay. Dat is mijn christendom, specifiek. Oké, okay, ja, dat is heel mooi. Want dan is er ook bijvoorbeeld een vers dat gaat over waar er meer dan twee zijn, daar is Christus ook onder. Weet je? Ja. En dan, dan gaat het heel makkelijk. Dat vind ik ook mooi om te delen vanuit mijn eigen inspiratie. Een vers wat gaat over als je iets wil ontvangen. En je weet je wel, misschien bid je zelfs voor een goede vriend. Misschien is iemand ziek of misschien... Ja, denk je, hey, als ik hier beter in word, kan ik anderen ook verder helpen. Maar soms krijgen we het niet. Dat heb ik wel eens ervaren. Ja. Dan is een hele mooie vers. Matteüs hoofdstuk 6, vers 33. Het zegt, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Ja. Wat denk je dat het betekent om Gods koninkrijk te zoeken? Het is echt een hele diepe vraag, denk ik, maar... Ja, nou, ik denk wel dat het belangrijk is om het zeg maar te doen. Want ja, dat is uiteindelijk toch wat je nodig hebt uiteindelijk. Want je kan wel ook heel veel hebben en zo, maar uiteindelijk heb je helemaal niks. Ja. Dus ik denk dat het wel gewoon het boeiendste is en het wat je zeg maar zou moeten doen. Oké, mooi. En jij? Ja, al ben je in hoeverre het kan. Zeker in geloof. En dat je het gewoon, dat jij, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van geloven. En de ene vindt dat het ene wel mag, de andere niet mag. Nou, als je het voor jouzelf goed voelt, ik denk dat... Dat je dan ook dankbaar bent voor alles wat je hebt. En dat het dan gewoon goed voor jezelf voelt. Mooi, dus dat het eerst goed voor jezelf voelt. Want daaruit kan je een ander behandelen zoals je zelf voelt. Dat is goed. Ja. Oké. Okay. En wat denk jij van? Hey, waar is Gods koninkrijk dan? Ja, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Maar ja, ik geloof wel dat het er is. Maar okay. Ja, het is zelf ook nog een beetje zoeken van hoe wat. Dus ja. Oké. Okay. Mooi. En denk je dat hemel een plek is ver van hier of dat we het meer zelf kunnen creëren? Het is net hoe dichtbij je het haalt eigenlijk. Al leef jij dicht bij God, is eigenlijk de hemel dichtbij jou. Maar al leef jij eigenlijk ver weg van God, is de hel dichterbij. Oké, dus we kunnen zeggen dat het leven hier op aarde, zeg maar, het is verdeeld in goed en slecht. Dus ook in hemel of hel type scenario's. Als we kijken naar sommige landen, die hebben het minder. Dus die zijn ook minder dankbaar, want ze hebben heel weinig. Of ze zijn juist heel dankbaar voor heel weinig. Oké. En denk je dat... Ja, hoe zouden we dan hemel kunnen creëren als je zegt, hey, het is wanneer je met God bent. In Johannes hoofdstuk 1 vers 1 is het, in het begin was het woord was met God en het woord was God. Dus als je met God bent, ben je met het woord van God, zeg maar. Hoe denk je dat we dan hemel op aarde kunnen creëren? Nou, ik denk gewoon, God heeft natuurlijk de Bijbel gegeven. En hij zegt altijd, het hoofd van de Bijbel is naastliefde en God liefhebben boven alles. Ja. En ik denk dat naastliefde, dat we daar nog heel goed aan kunnen werken. En God liefhebben boven alles. Je zet jezelf toch meestal op de eerste plek. Ja. En ik denk dat we daar toch een beetje van af moeten. En die twee dingen denk ik het belangrijkste, de kern van de Bijbel is. Mooi. Oké, heel goed. Dat is ook onderdeel van een hele mooie vers wat gaat over liefde. Weet je, dat liefde niet te veel denkt aan zichzelf, maar vooral aan de ander. Ja. Dus ik vind het wel mooi hoe je dat deelt. Oké. En als jij nog iets dichterbij kan komen, kunnen we misschien... Ik wil jullie bedanken allereerst voor het interview. Superleuk. Ja, heel spontaan. Ja. Jullie doen het echt goed. Allemaal. En Koningsdag. Maar we weten, er is eigenlijk maar, zeg maar één koning. Ja. En dan mogen wat is de echte koning die we mogen prijzen? Dat is de God. Ja, mooi. Heel goed. Oké. Is er nog een laatste bericht die je zou willen delen aan mensen die ook in de eerste klas zitten? En, als het gaat met dit soort dingen. Ja, ik denk gewoon dat je sowieso je best moet weten, zeg maar, of aan moet denken wat je echt wil, zeg maar, worden. En ook gewoon toch wel ook weer die naaste liefde. Want ik denk als jij gewoon goed om je gaat met je mensen die om je heen gaan. Dat het ook gewoon beter gaat, ook met je opleiding en zo. Want mensen je dan toch kunnen helpen. En als het gewoon ook leuk is in je klas. Ik denk dat het ook wel echt helpt met om verder te komen. En om te weten wat je echt wilt. Ja, prachtig. Oké, heel mooi. Is er nog iemand die iets wil zeggen? Ja, je moet ook altijd doen wat voor jezelf goed voelt. Niet te veel, niet luisteren naar wat anderen vinden en denken. En dat je het er niet mee eens bent. Ja. Oké, nog iemand? Misschien gewoon, iedereen is anders, ook in een klas.
juist dan is het belangrijk dat je elkaar gewoon accepteert. En als je het gewoon elkaar allemaal accepteert, dan zie je ook alle leuke kanten in elkaar. En dan heb je snel wel echt een supergezellige klas. Ja. Mooi, oké. Okay. Heel goed. Top. Als je wil, mag je nog iets meer nog bij de camera komen. En dan kun je zeggen, volg niet... Nee, wacht even. Volg Jezus Christus. Omdat we dan zeg maar toch allemaal samen zijn. In alle liefde. Ja, okay. Weet je wel. En dan zal ik zeg maar aftellen. 3, ja. 2. En dan en dan kijken we in de oog. Zeg maar, oh, de lens. Oh, ja, ja. En dan zeggen we over 3, 2, 1. Volg Jezus Christus. Amen. Dankjewel dames. Het is wel spannend hoor, weet je wel. Het is best wel barrière, gebeurt veel in de wereld. Ja. Dus goed gedaan. Geef je in de box. Ja, tof. Dankjewel. Ja, dankjewel dames. Heel goed. Fijne dag. Fijne dag. Doei. Nou, zoals je ziet deed ik net een interview met een groepje dames. Van ik dacht, hé, die zitten aan het begin van hun schoolcarrière. Spontaan, ze liepen langs, ik was bezig met het opzetten van mijn camera. Ik dacht, zal ik hun vragen? En dan gingen alle stemmetjes in mijn hoofd. Ja, nee, misschien wel, misschien willen ze niet. Gewoon gevraagd, vanuit goede intentie. En dan zie je dat mensen heel vaak ja zeggen. En daar ontstaat ook een heel leuk gesprek uit. Dus, vind je het interessant? Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube. Daar heet ik Marco met de K. Dankjewel, ciao.